We staan in het Scheepvaarthuis, een gebouw dat is ontworpen door Johan Melchior van der Meij. Jonge architect die in 1912 de opdracht kreeg voor een één groot gebouw, eigenlijk om de Amsterdamse haven te redden, waarin alle scheepvaartmaatschappijen samen kantoor zouden houden. Dat was iets nieuws. Hij kon die opdracht niet alleen aan, want het was een heel groot gebouw voor een jonge architect. En hij heeft de hulp van zijn vrienden Michel de Klerk en Piet Kramer ingeroepen. En eigenlijk zie je in dit gebouw dat het de geboorte is van de Amsterdamse school. Die jonge architecten die stond voor ogen om een spannende nieuwe architectuur te maken. Hier in deze kamer zie je als voorbeeld de nieuwe kunst, de dan geldende stroom door de kunstenaar Theo Nieuwenhuis ingericht. En daarin kan je heel letterlijk een ordeningsprincipe terugherkennen en natuur als decoratie gebruikt. Het Scheepvaarthuis is de meest logische plek om te gaan kijken naar de echo van het werk van Haeckel. De zee als inspiratie, zeedieren en mysterie van alles wat men eigenlijk in die tijd nog niet met eigen ogen kon zien, dat kenden ze wel van de afbeeldingen van Haeckel. Soms een beetje naar zijn hand gezet, want het was een homo universalis. Hij had heel veel disciplines waar hij mee werkte. Maar een van de dingen die ze weinig noemen is dat hij eigenlijk ook kunstenaar was. Hij decoreerde het zo, hij componeerde zijn afbeeldingen zo dat het eigenlijk ook zelf kunstwerkjes waren. En dat herkenden heel veel mensen in die tijd. Onder andere ook de architecten van dit gebouw. Theo Nieuwenhuis, een gerenommeerd oudere kunstenaar, die ontwierp hier een interieur met prachtig snijwerk in hout wat uit onze kolonie werd geïmporteerd. Ingeweven patronen van allerlei zeedieren. En eigenlijk herken je hier behoorlijk letterlijk allerlei illustraties van Haeckel verwerkt in de ornamentiek. Wel gezet naar de hand van Nieuwenhuis, op een stramien van lijnen en in een repeterend patroon, zodat het beantwoordde eigenlijk aan de stijl van de nieuwe kunst. De ramen in dit gebouw, het glas en lood, zijn voor een groot deel door Willem Bochtman gemaakt en ontworpen. Maar je ziet in glas dat ze eigenlijk hier ineens ongebonden zijn en dat ze organische vormen aan elkaar smeden, glas en lood en brandschildertechnieken gebruiken om dieptes en effecten te bereiken van kijkjes onder water. De inspiratie van zeedieren werd uitgebreid als leidend motief. Zeester met zulke lange slieren aan zijn tentakels dat het een sierend, kolkend ornament wordt, zeester en water tegelijk. Je ziet daar dat de inspiratiebron ook echt de kunstenaar helemaal meeneemt, meesleurt in het verhaal. Michel de Klerk de opdracht krijgt voor de inrichting van een directiekamer voor een van de scheepvaartmaatschappijen, dan gaat hij eigenlijk los in het smeedwerk. De lambrisering die hij hier maakt doet toch wel aan scheepslambrisering denken. De lampen, daar wordt het al iets meer een vraag. Dat zijn een soort kwallen, een soort lichtende figuren. Inmiddels weten we dat er ook dat soort kwallen bestaan die zelf licht meevoeren in de zee. Maar deze grote lamp boven mijn hoofd, ornamenten die aan een vijfpuntster doen denken, daar zie je dat hij echt wel naar Haeckel gekeken heeft. Ongelooflijk virtuoos smeedwerk. Een beetje indrukwekkende, ribachtige, vinachtige ornamenten. Ontwerpen zoals de natuur het zou doen, of de evolutie.